Het onderwaterkoninkrijk is opgewonden. Breek het nieuws. Ursula gaat trouwen. De zeeheks is naar het beste bruidsatelier gegaan. Dit is de juiste plaats om een jurk te kopen. Wauw. De kleermaker moest eerst de maten nemen. Kies satijnenstof voor de bovenkant. En dan een grote cirkel uitsnijden voor een grote rok. Al haar tentakels passen hierin. Plus, deze stijl laat haar figuur goed uitkomen. Voeg een tulle onderrok toe. Versier de taille met een parelketting. Wat een prachtige jurk. We hebben een bijpassende sluier nodig. Maak wat glittertulle vast en versier het met een schelp met kleine kraaltjes. Wat een prachtige look. Deze plek zal elke klant tevreden stellen. Wow. Vergeet je bruidsboeket niet. Bloemisten, jullie hebben je werk voor jullie uitgesneden. Voeg decoratieve schelpen toe aan een plastic waterlelie. Voeg wat strassteentjes toe. En een lief bruidsboeket is klaar. Deze bloemist houdt echt van haar werk. Ze weet alles van bloemen. Haar bloemenwinkel is een van de populairste. Dat is waar Ursula's huwelijksplanner besloot zich tot haar te wenden. Waarmee kan ik u helpen? Ik heb een bruidsboeket nodig. Iets zo zacht als deze bloem. En het moet ook een oceaanthema hebben. Ik heb een idee. Wacht een paar minuten. Wat dacht je hiervan? Wow, dat is precies wat ik nodig heb. Dank je. Ik weet dat je de beste bent. Het boeket heeft zijn eigenaar gevonden. De meisjes discussiëren over welke jurk beter zal zijn voor de bruiloft. Meisjes, kom meer. De salon heeft speciale outfits voor jullie gemaakt. Kleed jullie om achter het gordijn. Wow, deze jurken met schubben zijn geweldig. Satijnen linten zullen mijn figuur goed doen uitkomen. Nu hebben onze meisjes een nieuw onderwerp te bespreken. Wie gaat er het beste uitzien? Hou je stil. Vandaag draait alles om de bruid. En dat ben ik. De meisjes bespreken de aanstaande bruiloft. Ursula komt eindelijk naar buiten om haar look te laten zien. Wow, de sluier is zo sprankelend. En de jurk. Hij schittert als een diamant. Ik heb felle oogschaduw nodig en lichte poeder. En lachen. Laten we een groepsselfie nemen. Onze Ursula gaat trouwen. Verwijder lange tanden van de gebroken haarspeld. Schuur de randen. Versier het met schelpen. Voeg wat parelmoer acrylverf toe. Niet gluren. Verrassing! We hebben een cadeau voor je dat je niet kunt weigeren. Wauw. Waarom zou ik weigeren? Deze kam is als een kroon. Bedankt, vrienden. Ik moet de uitnodigingen klaarkrijgen. Giet zeezout in kleine flesjes. Wissel het af met laagjes kleurrijke glitter. Schrijf Ursula en Hades op bedrukte etiketten. Verf de zijkanten met acrylverf met glitters en bind de etiketten met een touwtje aan elk flesje. Don Roosje Aurora heeft nog geen uitnodiging ontvangen. Hier is de postbode. Mevrouw, word wakker. Ik heb een brief voor u. Uh-huh.
Oh, ik had me bijna verslapen. Nu moet ik me klaarmaken. We hebben een speciaal decor nodig voor deze krans. We hebben zoveel schatten, speciaal voor dit. Bedek de krans met bloemknoppen aan een draad. Voeg plastic zeewier, decoratieve bloemen, slierte kralen en blauwe bessen van piepschuim toe. De onderwaterwereld heeft nog nooit zo'n trouwdecoratie gezien. Is alles klaar voor de ceremonie? Goed werk. De boog is goed geïnstalleerd. Oh, een bruiloft plannen is zo'n verantwoordelijkheid. De officiant is er al. Zelfs Haris is een beetje nerveus. Kneed aluminiumfolie om het lichaam van een paling te vormen. Bedek het met lage lichte klei. Vorm de gelaatstrekken met een boetseerpen. Ogen, wenkbrauwen en een glimlach. Bedek het lichaam met acrylverf. Eén oog blijft wit en het andere moet geel worden. Er zit een scherpe tand in deze mond. Maak een satijnen lint los. En lijm de draden van kop tot staart vast. Dit palingspaar heeft een belangrijke missie. De alen lopen met Ursula naar het altaar. Mijn lievelingen, jullie zijn altijd aan mijn zijde. Laten we met de ceremonie beginnen. Hades en Ursula, beloven jullie elkaar trouw te blijven, samen te zijn in verdriet en geluk, ziekte en gezondheid? Dat doe ik. Ik wil. Nu hebben we alleen nog trouwringen nodig. Bedek schelpen met parelmoer acrylverf. Maak ze vast aan metalen ringetjes. Zet de ringen op een doorzichtig schelpvormige basis. Deze ringen zijn perfect voor dit koppel. Ariel's dochter wordt de ringendrager. Het is een belangrijke taak en het kleine meisje heeft het geweldig gedaan. Als er een reden is waarom deze twee niet samen zouden moeten zijn, spreek dan nu. De bruidegom en de bruid kunnen ringen uitwisselen. Hades, laten we beginnen bij jou. En nu Ursula. Ik verklaar u nu man en vrouw. Je mag de bruid kussen. Jee, de huwelijksceremonie ging zo goed. Gefeliciteerd. De beste banketbakker heeft een bruidstaart gebakken. Hier is mijn recept. Haal een roze fondanttaart van lichte klei uit de koelkast. Maak er een droge ondergrond voor. Maak ronde taarten. Voeg een paar lagen toe. 3 is precies het juiste aantal. Versier het met lollies. De belangrijkste versieringen van de taart komen bovenop. 2 verliefde mensen. Wat zal er romantischer zijn? Het is tijd om de bruidstaart aan te snijden. Hades begon de taart aan te snijden. Dit is voor mijn vrouw. Voerde hij Ursula terwijl de menigte juichte. Dat is echte liefde. Iedereen krijgt een stuk. Pak een bord. Deze cake is geweldig. Het is heerlijk. De bruiloft is echt goed verlopen. De onderwaterwereld heeft in een lange tijd niet zo'n evenement gezien. De zeepaardjes zijn klaar. Ursula en Hades gaan op huwelijksreis. Warme wateren en nieuwe avonturen wachten op hen. We wensen het pasgetrouwde stel een lang leven vol geluk. Like onze video. Abonneer je op Lalilu. En klik op het belletje. Zodat je geen van onze nieuwe video's mist.